Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en goedemorgen en welkom bij een nieuwe video. De vorige video eindigde in een drama. We hebben even... Dit is mooi hoor, Daan. Heel mooi, heel mooi. Oh, ik moet even Daan filmen en ik kom zo bij jullie terug. Mooi hoor, heel mooi, heel mooi. Ja. Ja, dan zijn we weer terug, want Daan die heeft, ik zal even filmpjes laten zien, want we hebben even filmpjes gemaakt van onze allerknapste man. Half man nu. Half man, want hij is... Niet dat je een meisje bent. Nee, het is nog zelfs een man, alleen hij heeft een onderdeeltje, twee onderdeeltjes minder heeft hij nu. Hij heeft minder ballast. Ja, als je denkt, waar hebben ze het over? Hij is natuurlijk gecastreerd 4 weken geleden. Dat is allemaal helemaal goed gegaan en we zijn weer lekker met hem aan de gang. En nou ja, zoals jullie net op de filmpjes hebben gezien, doet hij het fantastisch. Nee, geweldig. Oh ja. Weet jullie het nog uit vorige week? Geweldig. Nou, vorige week zijn we natuurlijk de video heel vreselijk geëindigd. Vandaar dat ik de video ook vandaag opstart op dinsdag. Ik kan het wel redelijk nu erover praten en zo. Daan vindt het nog heel moeilijk, dus dat gaan we ook niet doen. Dus we gaan alleen maar vertellen hoe geweldig Major ging en even aan leuke dingen denken. Als je denkt, waar heeft ze het nou over? Kijk even terug naar de video van vorige week en kijk even naar het einde. Nou, Dani loopt hier nu natuurlijk voor de video ontzettend leuk doen als ze het naar de zin heeft. Maar Daan heeft het helemaal niet naar de zin, want Daan voelt zich niet goed. Maar ze moesten maar even de video opstarten. Dus we gaan nu gauw Daan even op een stoel zetten met een bekertje limonade. En kijken of ze een beetje bij kan komen. Dani, geef het paard maar aan mij. Dat is trouwens. Dat is toch wel. Meid, wat ben je aan het doen? Ik ben even lekker avondse beenstand opsporen. Friesjes hebben natuurlijk een beetje aanleg voor mok. Beetje, hè? Door al die haren. We zijn aanleg voor mok. Dus we zorgen dat we het zo goed kaal houden hier zo in de kootholtes. Dus als er een plekje komt, dat we gelijk goed kunnen behandelen. En dan doe ik het opzetkopje erop. En dan schrik ik gelijk een beetje helemaal. Want anders krijg je rare verschillen. Dus dat ben ik even lekker aan het doen. Steve is lekker atels aan het scheren. Ik heb net eventjes just rustig gereden. In de hoop dat ik nog weer een beetje op zou knappen. Je ziet wel een beetje aan mijn wallen dat ik best heel moe ben. Ik was vanmorgen lekker vroeg op stal. Ik had de kinderen vroeg naar de gastouder gebracht om mijn Major te filmen. En ik had alvast even Kier en de Friese buiten gezet. Die haal ik nu even naar binnen, want ze krijgen nu hooi. En dat is natuurlijk belangrijk voor de maag. Dus ik laat ze nu even hooi eten. En dan gaan we dadelijk verder met het programma. Ik kom net met Atos in de bak en daar liggen allemaal balken. En hij vindt dat niet eng. Kijk maar. Zo. Braaf. Dus wij gaan balkentraining doen vandaag. Daan zit ondertussen even te stappen op Just. Het gaat nog niet helemaal lekker, dus even een beetje staptherapie. En ik rij hier met Atos tussen allemaal merries. Nou, hij vindt het wel gezellig volgens mij. Lengte, lengte, buiging. Achter, ja, en dan niet van het achterbeen. Zo, ja, goed zo. Aan elkaar die hoek. Voel je dat je hem ietsje laat gaan? Dus gewoon nu nog een keer die hoek, alleen even voor jezelf. Oh. Goed zo. Schouders naar buiten, schouders naar buiten, schouders naar buiten. Ophouding buiten teugel. Halve ophouding, aanvullen binnenbeen. Zo, en die hoek rij je omhoog. Visualiseren is dat je tijdens die hoek omhoog rijdt. Dat het elke keer aan het eind van de hoek hoger is. De volte oprijden ook. Het gevoel alsof je daar weer omhoog bent. Zo. Hey. Daar is Justy weer. We hebben vanmorgen lekker gereden. We gaan nu lekker nog even wandelen. Zo. We hebben buiten even lekker gewandeld. Dus nu nog even buiten spelen. Joepie. Denk ik meteen rollen. Ik hou dekentje even op. Met een reden. Ik heb haar vanmiddag helemaal gewassen. Oh, braaf. Hey, doe eens niet zo gek. Ik heb haar vanmiddag helemaal gewassen. Dus mocht ze rollen, dan wordt ze niet heel vies. Lijkt wel een westernpaard, joh.
lekker gek gedaan in de paddock. Dus nu ook weer even uitstappen. Ha, Justie. Ja, dat was een gekkie, hè? En het is ondertussen ook een beetje donker geworden. Goedemiddag. Het is woensdagmiddag. En ik ga met Daan paella wegbrengen. Paella is maandag gekeurd. Die is goed gekeurd. En we gaan hem vandaag naar zijn nieuw huisje brengen. Als het goed is, Daan hem aan het klaarmaken. Ik moet even spulletjes aan het pakken. En dan gaan we lekker weg. Nou, de knappe jongen staat. Let's go. We zijn weer lekker onderweg naar huisje. Paella krijgt echt een heel mooi plekje en een heel lief baasje. Een beetje in het noorden. Wij moesten gewoon vanuit Den Haag een hele streep omhoog moesten wij maken. We hebben wel een klein beetje file. Dat zie ik. Maar hij zegt dat we over een uurtje thuis zijn. Dus we gaan nog even lekker in de car, lekker kletsen. En we gaan zo even live op Instagram, want daar ben ik altijd heel erg goed in. Ik vind trouwens die oogmake-up best heftig. Vind je niet? Ik vind het hartstikke leuk bij je, meid. Vind je het leuk bij mij? Ja, ik zit zo dan in de kamer en denk, oh, heftig. Ik heb een nieuwe oogschaduwpalet, dus... De paadjes staan lekker nog een keertje buiten. Daar gaat deze wel rijden en ik ga lekker naar huis. En dan zie ik jullie morgen weer. Ga je lekker rijden, meid? Ja. Nou, veel rijplezier, hè? Goedemorgen. Het is weer zaterdagochtend. Nou, vorige week zaterdagochtend eindigde natuurlijk in een ramp. Dus ik was eigenlijk wilde ik vanmorgen niet gaan. Maar ik heb mezelf toch zover weten te krijgen dat ik toch ben gegaan. Ik ga lekker avonds rijden. Ik ga nu de paardjes buiten zetten. En ja, gewoon even lekker rustig alles doen. Dus daar heb ik dan wel weer zin in. En ook deze zaterdagochtend wordt de mest opgehaald. Atos is daar aan het instappen. Kier heeft net lekker half uurtje gelopen en die gaat nu lekker los bij de andere mannen. Kom maar, vriend. Kijk nou, serieus, de blubber zit gewoon op mijn hoofd. Kas, die was even... Ik wilde een leuke superzoom maken van Kas, want die was lekker bezig met de plas die er in de perl ligt. Nou, zo is hij er dus mee bezig. Ik kan dus niet rijden. Want mijn laarzen liggen bij mama binnen. En de deur is dicht. Nou, ik heb laarzen vandaan. Die pas ik. Dus dat gaat goed. Ik ga nu even rijden in de buitenbak. En het regent. Dus zo echt. Nou, ben ik wel lekker wakker. Dus is wat anders. Douchen 's ochtends om wakker te worden. Oké, let's go. Klaargemaakt, opgestrooid, aangeveegd. Oh, braaf. Paarden hebben hooi. Dus ze kunnen lekker beginnen aan het ontbijt. Kas ziet er echt niet uit. Ik heb hem net even in de stapmolen gezet, want hij is gewoon helemaal... Hij heeft gewoon in de plas gelegen. Ik weet niet wat hij allemaal gedaan heeft. Het ziet er niet uit. Ik ga het zo jullie laten zien. Het is zaterdagmiddag. Ik ben aanwezig met dit ding op mijn hoofd. Hij zit daar wel lekker, dus ik laat hem daar ook lekker zitten. Ik ben nu samen met Daisy. Ik ga Daisy eventjes helemaal mooi shiny in de knotten, beschermers en de dekjes zetten.
Want we gaan even een leuk filmpje van Daisy maken. Huh? Ben je er klaar voor, jongen? Dit is trouwens ook nog het resultaat van mijn wenkbrauwen. Ik had jullie dit natuurlijk nog niet laten zien. Dit is permanente make-up. Dat heb ik gisteren laten zetten. Laat in de comments even weten wat jullie ervan vinden. Moeten ze donkerder? Moeten ze lichter? Moeten ze puntiger? Zien hoe knap Daisy is en hoe goed hij het al doet. Ik ga nog even gezellig met mijn vriendinnetje Justy freewheelen. Ze kijkt er ook erg blij bij. Ik heb de berkpet van Tansanne meegenomen. Justy is opgezadeld. We gaan nog even rek-en-strek oefeningen doen. Dus dat betekent ik ga bij de schouders staan. Ik heb hier een snoepje. En ik laat Just om mij heen buigen. En het snoepje opeten. En dat doe ik natuurlijk ook nog aan de andere kant. Even de camera omgepakt, snoepje. Ik bij haar schouder. En ze komt om mij heen om een snoepje te pakken. En dan heb ik nog snoepjes. Die krijgt ze straks als ik erop zit. Dan doen we ook nog een keer naar links en naar rechts buigen. Ja, lekker? Nee, oude eetzak. Ik zit. Weer lekker zonder zadel. En de buigproefjes zijn er weer gedaan. Galop. 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 Oeh, met één hand. Die open staat. Die open staat. Oh. Steef heeft vanmorgen alle paarden al lekker de hele ochtend de box uit gehad. Het is nu 4 uur, dus het is nu mijn beurt om alle paarden nog lekker de box uit te halen. Ik ga hier eerst eventjes lekker laten wandelen in de stapmolen. Pas op, jongen. Pas op. Hey, pas op voor je voeten. Keertje heeft lekker ingestapt in de molen. En ik heb nu Aso'tje gevangen. Want Keer die staat nu daar in de paddock. Dan mag Aso gezellig erbij. Kom maar. Alle jongens staan lekker buiten en in de paddock. En in de molen. En Justy, mijn vriendinnetje, ga ik nu even wandelen. We hebben ook gezelschap tijdens het wandelen. Want Jolly is op boy. Wat was je ook weer voor draf aan het oefenen? Oh, einddraf. Einddraf, dat is een hele snelle draf, toch? Nou, laat eens even die einddraf zien dan aan ons. Is dit al einddraf? Nou, dat lijkt eerder uitgestrekte draf. Dan moet je die eraf knippen. Oh, gaat er mee. Kom. Assootje, kom.
Het is hier in de stal weer licht, dus we kunnen zien dat Major ook weer lekker op stal is. Alle jongens staan lekker op stal. Nou, alle meiden ook. En die zijn ook lekker. Lekker. Hun avondpapje aan het eten. Ja, Major, wil jij het zeggen? Dit was alweer het einde van de week. Ja, ja, lieve kindertjes. Ja, ja, lieve kindertjes. Sorry, we zijn een beetje gek vandaag. Wat Major probeert te zeggen, en ik natuurlijk ook, is dat het helaas weer het einde is gekomen van deze week. Maar volgende week komt natuurlijk weer een superleuke week. Want dan gaat Major voor het eerst mee op les. En Steve gaat voor het eerst met Atos mee op les. We willen jullie heel erg bedanken voor weer het kijken naar deze weekvlog. En hopelijk tot volgende week. Doei! Vergeet niet te liken en te... Eww! Oh, je slobber in mijn gezicht. Vergeet niet te liken en te abonneren. Doei!